Goedemorgen, Mexico is opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 149 doden en de verwachting is dat het aantal nog oploopt. Hier en daar valt een bui en in het zuiden is het lokaal mistig. In de ochtend trekt de mist weg en in de loop van de middag trekken ook de meeste regenbuien het land uit en is er wat ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Voor wie de deur uit moet, dit is het overzicht van de files en de situatie op het spoor. Nog wat brengt vandaag vraagteken. Op Facebook is een oproep gedaan om vanavond een groot eerbetoon te brengen aan burgemeester Van der Laan van Amsterdam. De bedoeling is dat om 20 uur een applaus wordt gegeven voor de ambtswoning van Van der Laan. Maandag maakte hij bekend dat hij zijn werkzaamheden als burgemeester per direct neerlegt. Premier Rutte spreekt vandaag op de algemene vergadering van de VN in New York. Vanaf 1 januari is Nederland tijdelijk lid van de Veiligheidsraad. Rutte zal vertellen waar de Nederlandse prioriteiten liggen. Vandaag begint het Nederlands Filmfestival en dat betekent dat er weer allemaal Nederlandse films in première gaan deze week. Een van die films is Broeders. De film vertelt het verhaal van twee broers die hun jongere broertje terug gaan halen uit Syrië. In Breda komt vandaag rond 15 uur het kunstwerk door blaasbare vluchtelingen aan. Na Melbourne, Uppsala, Kopenhagen, Mechelen en andere steden is het kunstwerk voor het eerst in Nederland. Wat heb je gemist? Nieuw aardbevingsdrama in Mexico. Bijna 150 doden voor de tweede keer in 2 weken tijd is Mexico getroffen door een verwoestende aardbeving. Onder meer de hoofdstad Mexico-stad is zwaar getroffen. Er zijn zeker 149 doden, maar verwacht wordt dat aantal nog oploopt. De aardbeving had een kracht van 7,1 en het epicentrum lag zo'n 120 kilometer ten zuidoosten van Mexico-stad. Ander nieuws uit de nacht, Hema maakt kinderkleding genderneutraal, de winkelketen stopt met de geslachtsaanduiding op het etiket van kinderkleding. Puerto Rico zet zich schrap voor Maria. Puerto Rico en de Maagdeneilanden worden de volgende slachtoffers van de orkaan Maria. EO kinderprogramma wint Gouden Roos. Programma Antipestclub is op het Gouden Rozen Festival in Berlijn uitgeroepen tot beste Europese kinderprogramma. En dan nog dit ochtendbladen zijn duidelijk in hun analyse over Prinsjesdag. Er is maar bitter weinig nieuws te melden. Het land kopt met begroting voor een maandje en schrijft dat het nieuwe kabinet nog overal kan gummen in de begroting. De Volkskrant stelt dat Rutte schreeuwt om erkenning omdat zijn huidige kabinet impopulair is, terwijl het goed gaat met de economie en plaatst een foto van Asscher die een selfie maakt met Rutte. Op de voorpagina van de Telegraaf prijkt een grote foto van een lachende koningin Maxima. De krant gooit het vooral op de pracht en pralen van Prinsjesdag, want voor de rest was er volgens de krant weinig nieuws te melden.